gewoon die mensen zitten. Soms denk je, ik heb geen idee, want ze reageren niet. Maar dan is het ook iemand die dat helemaal niet kan. Het is heel, in die zin heel nuchter en confronterend. Dus je bent veel voorzichtiger met hoe je hun benadert. Het is echt geven en je best doen om ze erbij te betrekken. Sinds een aantal jaar zijn buurtconcerten vaste prik bij North Sea Round Town. Muzikanten die normaal gesproken theaters, concerten en festivals spelen, maken nu muziek voor mensen die daar normaal gesproken niet kunnen komen. Dan denk je iets meer accordeon en hele langzame nummers. En dat, ja, dat is het idee van North Sea Round Town. Dat het bij groepen die niet vanzelfsprekend met jazz in aanraking komen, daar wel mee in aanraking komen. Als je gewoon een concert neerzet zoals je zou doen als je in Disney speelt, dan krijg je toch een soort afstand. Want het is niet alleen dat het oude mensen zijn, het zijn ook mensen die niet naar een concert komen. Wij komen het concert brengen. Dus je moet toch een beetje je best doen om te zorgen dat ze naar je willen luisteren. Terwijl tegelijkertijd, we spelen Gala Vida, een echt rocknummer. En het blijkt toch wel de hit van het concert. Ja, dat vinden ze toch heel erg leuk. Wij dachten, ja. Ik dacht, toen ik het eerst hoorde, dacht ik, gaan we dit spelen daar? Maar dat is te gek. De set wordt zorgvuldig afgestemd op de smaak van de bezoeker. Niet te oudbollig, maar wel herkenbaar. Ik trap me er zelf op dat ik, je denkt, oudere mensen zijn voorzichtiger en tuttiger. Want dat was vroeger zo, maar dat is nu natuurlijk helemaal niet meer zo. Het nummer van Annie M.G. Smit is een tekst, ik denk dat dat uit de jaren 60 is. Ja, scheldt de vrouw van een notaris uit voor hoer. En dan zie je echt sommige hoer. En andere, dat zijn er in onze tijd. Die zijn een beetje trots van. Gisteren zat er een vrouw in een rolstoel. Die woonde daar pas 2 weken en die kwam zo van het laantje oprijden. En die zat in haar stoel zo. Dus die kon niet zoveel meer bewegen, maar die zat in haar stoel zo. Helemaal zo. En die heeft het hele concert heeft ze zo achtergezeten. Nou ja, en dat is geweldig natuurlijk als je zo iemand zo ziet genieten. En ze vertelde later dat, iemand anders hoorde haar zeggen, ja, ik ben hier zo blij van. Ja, ik was al blij, maar nu word ik nog blijer. Ja, het is te gek dat je dat kan bieden.